vieze wieldoppen. Ja, nou, ik zou zeggen, nou ja, je kan het vragen aan Dave. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben Karin Stamman van de Werf. Mijn man die nu aan het leren is Roderick Stamman van de Werf. Het is vandaag vrijdag 16 oktober 2020. Het is net iets half 1 geweest. Ik mag niet liegen. Nee, het moet nog half 1 worden. Het is 1:05. Ja. Ik ben lekker moe, weet ik. Ik heb het koud, maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. In dit gebouw heeft mijn mannetje dus cursus over brandinstallatie, et cetera. Ja, ook handig toch? En waar is het helemaal in houten? Ja, kijk, daar zitten we dus nu. Ja, linievesten. Ja, helemaal in houten. Kijk, deze allemaal. Nee, ik word er niet voor gesponsord. Was het maar zo. Ja, nope. Ja, ik was al op 7 uur wakker. Ja. En hoe laat is het nu? Ik zal eens even kijken hoe laat dat is. Nou ja, dat zei ik net al. Het moest 12:30 worden. Zo laat is het dus nu. Ja. Nee, en hij moet dus tot 2 uur cursus volgen. Dat is nog 1,5 uur. Ja, mag ik naar dit gebouwtje raak kijken? Ja. Krijgt te zien trouwens de Haag. Ja, maar met dat bordje was weg aan die kant. Huh? Ja, aan die kant stond het, maar aan die kant niet. En met bordje uit. Daar heb je een geel bordje en aan de andere kant niet. Heb je niks. Ja, oké, op die manier. Ja. Ja, maar je moet eigenlijk die kant weer op. Sticker erop. De Haag. Wat staat hier? Ja. Spoorhaag alleen. De Weide. Zo, en Roderick zit lekker aan een schnitzel. En ik ook. Jee. Hey, Rijka.
Hi. Daar hebben we Ewen, ja. Ja. Hé, meisje. Hey. Ja, je bent ook lief. Hé. Hey. Ja. Ja. Kom naar hier dan. Kijk dan. Kom. Rijka. Ga dan naar de Rijka. Grootje. Kom maar. Rijka. Die vindt eten belangrijker. Ik hoop dat ik een ander belangrijk iemand hoor. Wie? Oh. Yep. Nee, toch niet? Niet. Ik denk dat die er boven hangt, huist. Ja, dat kan ook. Ja, nee, ik heb net even een schnitzeltje gebakt. Ja. Ja. Lekker? Lekker, hè? Dat is mooi. Top. Het kopje even naar mij toe. Nee, het kopje naar mij toe. Dat u zelf even draait. Ontoosten of veel. Nou, ik kan u wel wat vertellen. Dat is? Dit is denk ik de laatste ademen. Nee, want dit doet toch wel vaker. Het toch vaker gedaan. Hé, hey, Rijke. Nou ja, weet je wat ook helpt? Dat heeft haar vader wel gedaan vroeger. Was ook zwanger. Geen keukenrol, een corsetrolletje. Hier op de buik zetten. Andere kant tegen je oor en dan kan je het hartje horen. En als het eenmaal al beweegt, kom na zoveel weken, kom niet. Dan moet je uitkijken dat je geen druk tegen je oor krijgt. Dat heeft Henk ook een keer gehad, je vader. Met hart meende ik dat het was. Gaf me dat een schop, grabbel. Ja, dat deed de schiet tegen zijn oor, want hij was op het luisteren. Rikke. Hi. Doe je allemaal. Doe je dat? Vind je wel lekker? Vind je dat wel lekker, meisje? Verheugd, hè? De visio. Vind je wel lekker? Aandacht. Ja, dan krijg je van vrouwtje momenteel enkel heel veel op bed. En als we uitgaan, even lopen, of ik neem je meer de booster, dan heb jij de aandacht. En als we thuis zijn, dan is het Ewen. Ja. Zelfs Kandel, die krijgt ook op bed aandacht. Kom dan. Hé. Die zit ook erbij. Kom hier. Nee. Want ik denk zomaar dat Kandel of boven ergens rusten. Waarschijnlijk in de dressoir. Bij de plant. Oude vrijdoos. Oh, is Karin lief. Is Karin zo lief. Lekker hè. Even kroelen, hè. Och, oog is af en toe dicht.
wel. Het is oké. Okay. Kijk naar Saxenburg. Heel graag. Nou, en dat was weer Rijke. Ja, die is weer, die gaat, waar ga je naartoe? Nee. Ben je goed in beeld? Ja. Rijke ook? Ja. Zo? Aan mijn kant ook. Zo, ja. Kom. Oké, leggen. Oh ja. Hoe leggen de marva's? Nee, nee, nee. Dit is de Husky bouwpakket, noemen we dat. En als honden dus zo liggen, voelen ze zich dus op hun gemak. Ja, maar wij zijn altijd, we liggen de marva met de poten omhoog. Oké. Okay. Maar wij gaan ook zo in huis. Vond u het fijn dat we er even waren? Ja, lief. Mooi, hoe fijn. Heel fijn. Mooi. Ben jullie enorm dankbaar. Toch wel? Ja. Mooi. Kleine meid. Ja. Dan moet ik het toch straks weer aan de kant leggen, want ik moet naar de wc. Dat moet je zelf doen. Ja. Nou ja. Lig je lekker, Rijke? Ja, ik wou dat ze dat maar eens afleerden. Wat? Tandjes laten zien en bijten. Ze mag ook zo graag bijten in mijn vingers. Dat is nog gewoon echt nog puppy gedrag. Hé, hey, meisje. Hé. Hey. Kijk, normaal was kopje omhoog en wat meer aan mijn poot. Maar het is ook al koud hier, hoor. Ik voel nog niks, hoor. Voel jij wat? Ja, jij zit daar. Ik kan niet voelen. Hé, hey, meisje. Waar je de koppie? Ja. Zo. En toen waren we onderweg richting Toehuizen. Tweede dorpje. En nu onderweg naar Alkmaar. En hier 70 door een... Nee, doe maar niet. Nee, kijk hoe netjes mijn man dat je dat doet. Met 46. Maar met 70? Nee, gaan we niet doen, hè. Nee, is niet nodig. Thank you.
niet zoveel meer van hem. Ja, en hier is er iemand overleden. Amen. En we zien jullie straks weer te huis. Ja, een hele goede middag allemaal. Ja. Ik ben even druk bezig om dingen bij elkaar te zoeken. Want we gaan zo meteen naar Scheveningen. Even naar onze vriend Dave. Zo. Dus mijn camera geheugenkaartje ben ik al aan het leeghalen. Hij is er bijna klaar, wat je wel kan zien. Hoop ik. Kijk. En dan komt het in deze mapje terecht. Dus nou, lekker bezig. Ja. Zo, nou, waar staan wij, schat? De karwaard in Scheveningen. Ja, en wat gaan we daar doen? Motorstofzuigen, dat mag net gedaan. Dat is mooi, dan laat ik die ook zo meteen even zien. Alleen nu nog even opruimen, maar dat komt vanzelf. Ja, dat en ook was. Ja, precies. Ja. Dus dat laat ik ook jullie zien hoe onze grote vriend Dave dat doet. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Roderick die zegt dus net en dat hij dus de auto schoon heeft gemaakt. Nou, dat is ook goed te zien. Kijk, hoe mooi schoon. Wauw. Alleen nu nog even opruimen. Wat een troepjes. Oh, schande. Huh? Nee, troepjes. Nee, ik zeg, oh nee, daar en daar allemaal troepjes. Nou, dan ga jij er zo meteen lekker achteraan. Helemaal goed. Vieze wieldoppen. Ja, nou, ik zou zeggen, nou ja, je kan het vragen aan Dave. Of je dat gewoon even hier aan de zijkant, ja. Waarom niet? Hij is vies, die wieltoppen, man. Goeiedag, Dave. Hoe is het? Ja, lekker met jou. Ja, dat mij ook. Dat is mooi. Het loopt lekker door, dus ik niet verwacht. Het is een beetje regenachtig weer, hè? Ja, klopt. Maar toch weten ze me wel te vinden vandaag. Dat is mooi. En we gaan natuurlijk over... Ik hoop eigenlijk 14 dagen verbouwen. Verbouwen? Ja. Er komt een andere machine in. Hé, hey, daar was je weer rooien. Hé. Hey. Ja, er mist al iemand jou in mijn nek. Een rooien. Ja. Nou, ben je er weer, hè? Hé, hey, dikko. Ja. Dan lig je lekker zo. En eigenlijk moet ik ook jouw nagels dus eens even knippen. Hè? Hey, alleen dat vind je niet leuk. Dan gaan we wel even binnenkort doen. Hé, hey, kerel. Ja. Ja, je bent lief. Nou, sorry hoor. Dat je dan de kwaad werd. Ben je nog steeds blij met vrouwtje dan? En wie zit er daar? Hoi. Nee. Alles goed? Bijna alles. Want? Koud. Hè? Koud. Ja, anders is ik ook wel koud. Ik heb me niet zo lang uitrekken. Draai ik al een beetje. Speedy. Boe. En dit was de vlog. Ja, precies. Dat was leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje.
abonneren, belletje aan, duimpje omhoog en laat er een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey, dikke tuut op je snuit en tot morgen. Doei!